Hoi, mijn naam is Faure Verbrugge en ik werk bij gemeente Nissewaard als combinatiefunctionaris cultuur. En wij houden ons onder andere bezig met het muziekplatform Puls. Puls is het kloppend hart voor jonge muzikanten in gemeente Nissewaard, waaronder Lorenzo. Ja, ik ben Lorenzo, 20 jaar, ik kom uit Spijkenisse, ben hier geboren getogen. Ik hou me al heel mijn leven bezig eigenlijk met muziek. Ja, vandaar de kans ook dat ik hier mocht zijn via Thijs eigenlijk, de zanger van het bandje. Eigenlijk heb ik hem leren kennen al sinds vroeger, sinds de basisschool. En op een gegeven moment kwam hij gewoon met mij naar de vraag van, lijkt het je gaaf om op te treden? En waarop ik antwoordde, ja natuurlijk, dus zodoende. En we staan hier eigenlijk nu wel een beetje op heilige grond, hè? Want over een aantal weken zal hier op het Marktplein het Pulsprogramma op zaterdag 26 augustus plaatsvinden. Ik heb er super veel zin in. Het is nog wel een beetje af en toe met sommige nummertjes die we gaan doen een beetje wennen. Omdat het een beetje andere muziek is dan wat ik normaal eigenlijk speel. Het is wel allemaal een beetje te behappen en het gaat allemaal wel de goede kant op. Dus. Ja, jullie gaan gewoon knallen, hè? Ik hoor het al. Dus, ja, we hebben wel af en toe een klein plannetje als dat doorgaat. En dan hopen we ook dat het publiek daar best wel lekker op gaat. Dus. Ik hoor het al, mensen. Jullie moeten gewoon zaterdag 26 erbij zijn om het mee te maken. En dan heb ik nog een oproepje aan al het jong talent in Nissewaard. Want 24 augustus, de donderdag voor het Spijkenisse Festival, hebben wij ook namens Puls een workshop stage performance. Waar je gratis deel aan kan nemen om je optreden nog eens goed door te nemen met een professional erbij. Schrijf het in jullie agenda en we gaan jullie zaterdag zien. Ik vind het super gaaf dat ik de mogelijkheid krijg om überhaupt op te treden. Het is mijn eerste keer dat ik ooit ga optreden. Dus het is ook gelijk voor een festival. Wel een beetje spanning af en toe, alleen hoort erbij, is gezond. En ja, ik kijk er gewoon heel erg naar uit. En ik vind het ook heel mooi dat jullie dat doen voor jonge artiesten in Spijkenisse, vooral ook omdat het in de muziekwereld best wel moeilijk is om jezelf te ontpoppen. Nou, kom vooral kijken zaterdag 26 augustus naar Blue en de andere Puls-artiesten. Want ik weet gewoon zeker dat we er een hele toffe middag van gaan maken. En daar moet je gewoon bij zijn.